قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. De organisatie vraagt of bij de zusters is het druk. فجزاكم الله خيرا of jullie تزاحموا وتراحموا. يعني probeer naar voren te schuiven zodat jullie voor elkaar zoveel mogelijk plek kunnen creëren. En er is ook airconditioning daar, dus zorg dat die aanstaat. Zodat jullie wel comfortabel daar zitten, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alameen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين إلى ما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب خير مثل بدانك فضل الله سبحانه وتعالى dit voor ons alle mogelijk heeft gemaakt om samen te komen om zaken van zijn religie naar voren te brengen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. En als jullie dankbaar zijn, dan zal ik jullie vermeerderen. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Is het de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala dat wij zo samenkomen, iets gedenken. Wees daar ook dankbaar voor. Zodat bi'idnillahi ta'ala deze gunst van jou zal verblijven. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ons zal vermeerderen in deze gunsten. Want zoals Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ook zegt in de shukr, dat de shukr is door middel van het hart, de tong en via de ledematen. Met het hart. Je zeker bent dat deze ni'ma van Allah komt met de tong. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ. Dat je erover spreekt. En met de ledematen zoals اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. O, familie van Dawood, handel uit dankbaarheid. En als je deze drie elementen probeert te implementeren in jouw leven, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ook jouw gunsten die je al hebt gekregen daarmee behouden. Vervolgens zal hij jouw gunsten doen, vermeerderen. Daarnaast wil ik graag de jongens die alhamdulillah het initiatief hebben genomen om dit op te zetten, ook bedanken. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om dat zwaar te laten wegen in hun weegschaal op de dag waarop het hardst nodig is. Het onderwerp van vandaag is over een zaak dat veelvuldig helaas aanwezig is in deze ummah. En daarom, de beste overlevering die daarbij past, is natuurlijk de overlevering van Aisha Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Dat zij zegt in een hadith aan Umm al-Mu'minin, Umm Abdillah, Aisha radiyallahu anha, anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu, fahu rad. Rawahu Bukhari Muslim, wa fi riwayat li Muslim, men amila amalan leysa alihi amruna fawarad. Oftewel, het is overgeleefd dat Aisha radiyallahu anha zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: wie iets toevoegt aan deze religie wat daar niet aan toebehoort, dit wordt verworpen. En deze is overgeleefd door Bukhari en Muslim. En in een overlevering, een andere versie van Muslim: en wie iets verricht wat niet tot onze religie behoort, dit wordt verworpen. En ook is er een uitspraak van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dat hij zei: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafitum. Volg en vernieuw niet, want jullie hebben al genoeg gekregen. Wa alaykum bi amri al-atiq. En hou jullie vast aan de eerste zaken, oftewel de overleveringen van de profeet
sallallahu alayhi wa sallam. طيب, voordat wij over het eerste onderwerp, zeg maar het hoofdonderwerp, zullen praten, zullen we een aantal elementen van deze overlevering naar voren halen. Zoals jullie weten, begint deze hadith en wordt hier overgeleverd door Umm al-Mu'minin, de moeder van de gelovigen. En Umm al-Mu'minin is een titel die elke vrouw krijgt van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam. Met de voorwaarde dat de gemeenschap is gebeurd tussen haar en de profeet Sallallahu alayhi wa sallam. Dus mocht het zo zijn dat er enkeling getrouwd is, maar de gemeenschap is niet gebeurd, dan krijgt zij niet de laqab, de bijnaam, om al-mu'minin. Dat is het eerste. Ten tweede, om al-mu'minin duidt op de mannelijke vorm. Want mu'min is één, mu'minun, en als het mansoel of mudaf ilayhi is het mu'minin. De moeder van de gelovige komt in mannelijke vorm naar voren. Betekent dit dan dat zij niet de moeder is van al-mu'minat, van de vrouwelijke gelovige, zoals ook voorkomt in een overlevering van Aisha radiyallahu anha, dat ze zegt: Nahnu ummahat al-mu'minin wa lasna ummahat al-mu'minat. Wij zijn de moeders van de mannelijke gelovigen, maar niet van de vrouwelijke gelovigen. Maar deze riwaya is wat? Daif. Deze is zwak. Dus in een mu'minin zitten ook de vrouwen. Want wat wordt over Maryam gezegd? Kanet minel qanitin. En zij behoorden tot al-qanitin. De mensen die veelvuldig ibadah verrichten en gedenken. Maar qanitin is wat? Een mannelijke, meervoudige vorm. Maar Maryam behoorde tot hen. Met andere woorden, zij, Aisha, is de moeder van zowel de mannelijke als de vrouwelijke gelovigen. En we komen met het volgende stuk aan. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, is hij dan de vader van de gelovigen? Wat denken jullie? Is de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dan de vader van de gelovigen? Ibrahim. Hij zegt, la Ibrahim. Tayyib, ha. Naam. Ja of nee? Nee. Ha. Iemand anders? Ja. Het is ook ja of nee? Ja, Ewa? Nou, hou. Hè? Waarom niet? Wat staat in Omer Muhammad? Aba Ahadin? Mirjalikum. En Muhammad is niet de vader van een van jullie mannen. Maar als wij terugkeren naar de tafsir, dan wordt er naar voren gehaald dat al-maqsoed is al-ubuwa al-tabanni. Oftewel, de vader door middel van adoptatie. Want, kennen jullie Zayd? Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, wat werd er over hem gezegd? Over Zayd werd gezegd, Zayd ibn Muhammad. Net alsof de profeet sallam Zayd had geadopteerd. En vandaar dat deze ayah naar beneden is gekomen. Oftewel, dat de profeet sallam niet door middel van adoptatie de vader is van iemand van jullie. Maar als het gaat om zijn status, als het gaat om zijn respect en de rang die hij heeft, dan is het verbind, dan is het bevestigd dat hij is alsof een vader. Zoals de profeet sallam zegt in een authentieke hadith, hij zegt, wa ana ka kawalidin lakum. Ik ben alsof, of als een vader voor jullie. Met andere woorden, een vader voor jullie in de vorm van opvoeding. Een vader voor jullie in vorm van rang. Een vader voor jullie door middel van respect. Is dat duidelijk? Gewoon? Nee. Umm al-Mu'minin, wat is haar kunya? Wat is de kunya van Aisha? Umm Abdillah. Nee, heeft zijn dochter, heeft zijn zoon Abdillah? Er is een riwaya dat zij een miskraam heeft gehad. Maar deze riwaya is wat? Daif, is het zwak. Nee, waarom dan Umm Abdillah? Waarom? Waarom wordt Aisha radiyallahu anha Umm Abdillah genoemd? Men? Waarom? Ha? Dat zij de moeder is van alle dienaar van Allah. En Abdillah is de dienaar van Allah. Allahumma barik. Maar dat is niet het antwoord. Maar Allahumma barik. Allah zadaka Allah hirsan. Tayyib. Wie was de zoon van haar zus Esma?
عبد الله ابن زبير. En een gala is als de moeder. En daarom heeft zij de laqab gekregen, Umma Abdillah. Dat is vernoemd naar wie? Naar de zoon van haar zus, Asma bint Abi Bakr. Radiyallahu anhum ajma'in. De profeet Hassan begint in deze hadith met men ahdatha. Wie een toevoeging brengt. Oftewel, alle zaken die niet gepaard gaan en niet in lijn staan met datgene waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. Oftewel, iets waarvan wij het bewijs niet kunnen vinden, nog in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, nog in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fi amrina hada, in onze zaak. En in deze zaak wordt bedoeld wat? Umur ad-diniya, de zaken die te maken hebben met de religieuze elementen. En niet met de wereldse elementen. Dus hier zijn de wereldtoevoegingen en wereldse elementen al wat uitgesloten. Maar toevoeging, waar het hier om gaat, is de toevoeging die wordt verricht in wat in de religieuze zaken die niet in lijn staan met datgene waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam mee is gekomen. En dat is zoals de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin hij zegt, فَلِيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Zo Allah subhanahu wa ta'ala zegt, laat degene die zijn bevel, die zijn religie, ongehoorzaam zijn, opletten dat een beproeving hun treft of een pijnlijke bestraffing. En vervolgens zegt de profeet Ma leysa min. Van datgene wat er niet toe behoort. Van datgene wat er niet toe behoort. En hetgeen, de weegschaal voor datgene wat er niet toe behoort, is niet datgene wat bekend is onder de mensen. Maar is hetgeen wat wij volledig niet kunnen relateren aan de kitab en de sunnah. Dat betekent niet, zoals bijvoorbeeld iets wat bekend is, as sunnatul mahjura. Een sunnah die verwaterd is. Een sunnah die mensen niet meer verrichten. En een van die sunnen, wat helaas, en zoals Sheikh Suleiman al-Ruhaili, weet Allah wat hij ook aangeeft, is dat deze tabit is. Bijvoorbeeld dat het bekend was dat de profeet sallam en de sahaba op het moment dat zij klaar waren met het gebed, de dhikr hardop deed. Niet als één groep, maar ieder als individu. Hoe kunnen wij dat weten? Om het feit dat de jongere sahaba wisten dat het gebed klaar was door middel van wat? Door middel van dat zij hoorden dat de dhikr werd verricht. Dat is bijvoorbeeld een sunnah mahjura, maar dat is niet bekend onder de mensen. Maar dat wordt hier niet mee bedoeld. Bel, diegene die dat doet, daarover zegt de profeet sallam, men sunna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. En degene die een goede sunna doet herleven, hij wordt hiervoor beloond. En daar stond de profeet sallam niet bij en dan zegt hij, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. En ook degene die dat na hem implementeren, zonder dat de hasanat van die persoon worden afgenomen. Maar hieruit kunnen we een ander element begrijpen. En dat heet, zoals mensen dat zeggen in de fiqh, mafhum al-mukhalafa. We kunnen iets anders hieruit halen. En dat is dat men ibtida'a bid'atan falahu izaha. En degene die een bid'a begint, hij zal dat daar de wizer, yani daarvoor de zonde voor verkrijgen. En ook degene die daarna handelen door middel van hem. Zonder dat zijn zondes en die van hem in vermindering worden gebracht. Dus dat is een kwalijke zaak. Vervolgens zegt de profeet sallam, فَهُوَ رَدَّ. En deze wordt verworpen. En verworpen, en غَيْرُ مَقْبُول. Deze wordt niet geaccepteerd. En diegene die dit verricht, is vervallen in wat? Vervallen in een zonde. طيب. De tekst
men ahdatha fi amrina hadha, degene die aan onze religie iets toevoegt. Deze riwaya is specifiek en staat in het specifiek gerelateerd aan ru'us ahli bid'ah. Deze die iets toevoegt aan onze religie, wat daar niet toe behoort, dit is specifiek voor de mensen, de grondzetters, degene die in bid'ah zijn begonnen. Nee, dan zegt iemand tegen jou, achi, ik volg hem. Ik volg hem. Ik ben dat niet begonnen. Nee, wat is onze antwoord daarop? Hoe kunnen wij daarop antwoorden? Jij zegt, ga men ahdata fi amri la hada ma laysa min. Voorwaard. Hij zegt, ja, achi, maar ik ben daar niet mee begonnen. Ik ben niet de grondzetter, ik volg hem alleen. Naam. Tot de geest, dat je antwoord. Ik wil de antwoord. Hoe kunnen we daarop reageren? Je antwoord, dat geeft niet. Adviseren met de kennis die we zitten. Adviseren met de kennis die we zitten, ahsant. Maar het is nog makkelijker. Ahsant, hè? Tweede deel van de hadith. En wat is het tweede deel van de hadith over? Dat is jou? Dan zeg je tegen hem, nee, achi. Men amila amalan, laysa alayhi amruna, fawad. En degene die een daad verricht, die niet van onze religie is, die heeft dezelfde wat fawad. Die wordt afgewezen. Dus het tweede riwaya, de tweede versie van de hadith, is een weerlegging van ru'us ahlu bid'ah, maar ook iedereen die de bid'ah verricht. En op deze manier zijn al deze zaken wat uitgesloten. En sarahatan, dit is, deze hadith is een belangrijk fundamenteel element in onze religie. Zoals imam Ahmed rahimahullah ta'ala ook zegt, hij zegt, hada al-hadith thuluth al-islam, li'annahu jama'a wujuh al-mukhalafa li'amrihi alayhi salatu wassalam. Hij zegt, deze hadith is een derde gedeelte van onze religie, want deze hadith sluit alle deuren van iedereen die tegen de weg van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ingaat. Imam Ahmed heeft drie hadith genoemd. Wat zijn die? Eén van die, dus vroeg het dien, omdat onze religie is gebaseerd op drie hadith. De eerste is deze die we hebben genoemd. Men ahdata fi amrina ma laysa minhu fawad. Wat is de tweede? Ja. Die van de intentie. Inna man a'malu bin niyyah. Dat is de tweede. Wat is de derde? Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtarikah. Deze drie hadith gaan in elk element van onze religie. Nou. En hetgeen wat wordt bedoeld met het amal, men amala amilan, lees alihi amgona, yani wie een daad verricht, en die daad wordt onderverdeeld in drie elementen. Dus de daad die tegen de sunnah ingaat, en die onder het bid'ah valt, kunnen we onderverdelen in drie soorten. De eerste soort is door middel van uitspraak. De eerste soort is door middel van uitspraak. De tweede soort is door middel van daden. En de derde soort is door middel van i'tiqaat. Door middel van geloofsovertuiging. Oftewel, bid'ah komt voor in deze drie elementen. Tayyib. Als we kijken naar innovaties, dan één van de eerste groeperingen die zijn afgewend van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zijn dat al-Hururiyya. Dat zijn eigenlijk de grondzetters voor de weg van het Khawarij. Al-Hururiyya, dat is in het jaar 37 van de Hijri-kalender. Oftewel, dat is in het jaar van Ali radiyallahu anhu. Dat waren eigenlijk de eerste grote groeperingen die af zijn gedwaald van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De tweede groepering is wie? Is de Shia. Shia. In de tijd, dat is 64 Hijri. Wie was de grondzetter van de Shia? Abdullah ibn Hassan Saba'a. Al-Yahudi al-Yamani. Dat was de grondzetter. Maar waarom is het echt groot geworden? Het is echt groot geworden in de tijd van Al-Mukhtar al-Thaqafi. Al-Mukhtar al-Thaqafi. Die eigenlijk de madhhab van al-Rafida omhoog heeft gebracht. Nadat Hussein, radiyallahu anhu, was
omgebracht. En de derde groep is Al-Qadariyah. De derde groep die daarna omhoog kwam was Al-Qadariyah. En Al-Qadariyah, je hebt het Jubileer Al-Qadariyah. Al-Qadariyah zijn diegenen die zeggen dat Allah niet weet wat een dinar verricht, enkel nadat de dinar heeft verricht. Met andere woorden, zij kennen een tekortkoming toe aan Allah subhanahu wa ta'ala in zijn wat? In zijn wat? In welke eigenschap? In een ilm, in een kennis. Wa ta'ala Allahi an dhalika uluwan kabira. طيب. En na deze zaak kwamen Al-Mu'tazila. Al-Qadariyah kwamen nog in de tijd van Sahaba. De laatste tijd van de Sahaba. Toen de tijd van Hassan al-Basri, dat is in de tijd van de Tabi'in, kwamen wat? Kwamen Al-Mu'tazila naar boven en vervolgens kwamen Al-Jahmiyya, et cetera, kwamen naar voren. Maar dit waren de eerste drie groeperingen die zich afwenden van de sunna van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam. En die waren vervallen in innovatie. Een ander element dat heel erg belangrijk is, we hebben het over innovatie. Maar om iets goed te kunnen begrijpen, zouden wij het tarief, het begrip moeten kennen van wat innovatie is. Want wij kunnen niet iets implementeren, of wij kunnen niet van iets wegblijven, enkel als wij begrip hebben van wat die zaak inhoudt. En één, dat is ook een van de beste boeken, maar één van de beste uitleggen die kunnen jullie vinden in Kitab al-I'tisam van al-Shatibi. Kitab al-I'tisam van al-Shatibi. En hij zegt over de uitleg van al-Bid'ah. Hij zegt, wat is al-Bid'ah? Hij zegt, هي الطريقة في الدين مخترعة تضاهي بها طريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. Hij zegt, al-Bid'ah is een weg die zijn weg heeft gevonden in onze religie, die is مخترعة, يعني die is uitgevonden of die is ontstaan. Dus het is een weg binnen de religie die mensen hebben doen het leven in hebben geblazen. Tudahi biha tariqatu shar'iyya. Het lijkt op de weg van de religie. Het lijkt alsof het dezelfde elementen bevat als de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yuqsadu bis-suluki 'alayha المبالغة في التعبد لله تعالى. En hetgeen wat zij daarmee willen bereiken is een vermeerdering en zoveel mogelijk dichter tot Allah subhanahu wa ta'ala te komen. We komen er zo op terug, dus er zitten drie elementen mee verbonden. Daar komen we op terug. Een ander begrip die ook naar voren komt onder de ulema is al-bid'atu fi d-din makana 'ala khilaf dalil al-shar'i. Een innovatie in de dien is datgene wat tegen het bewijs van de kitab en de sunnah ingaat. Dat is een makkelijker begrip, maar het begrip van de Shatibi is heel sterk om het feit dat we daar heel veel zaken ook op kunnen bouwen. Als we kijken naar het begrip van al-Shatibi, dan zitten hier eigenlijk drie elementen in. Het eerste element is dat een bid'a, yani multazim biha, yaltazim bidalika. Dat het iets is wat mensen zich aan vasthouden en wat mensen vaker verrichten. Waarom? Want hij zei tariqa. Tariqa, het is een weg. Het is een weg. Ofzo, het is iets wat mensen 1, 2, 3, 4, 5, meerdere malen verrichten. En er zijn meerdere mensen die deze weg volgen. Dat is het eerste element dat daar in voortkwam. Het tweede element van de uitleg. Praat ik te snel echt wel of kunnen jullie het bijhouden? Praat te snel, hè? Moet ik het herhalen? Ja, dat is net de oude, dat wil je toch wel. Ik praat altijd snel, dus zeg maar gewoon, dat is geen probleem. Yani, voor mij is dit ook moraal. Verder best, zeg je wel, helemaal. Het tweede element is dat het een vernieuwde weg is waarop de daden van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam niet waren. Oftewel, het zijn een nieuwe weg die niet geleend staat
aan waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam was. En dat keer terug naar men amila amala leysa alayhi amruna fahuwa. Degene die een daad verricht, die niet gelijk is met onze dien, die is wat verworpen. Het derde element van zijn begrip is dat het een weg is die lijkt op de juiste weg. Het is een weg die lijkt op de juiste weg. Want wat is hetgeen dat overeenkomt met degene die op de sunna is en degene die op de bidda is? Wat is hetgeen dat overeenkomt tussen hun? Wat willen ze allebei? Huh? Hasanat. Zij willen allebei dichter tot Allah komen en zij zoeken allebei beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt de Shatiri, وَتُضَاهِ بِهَا الشَّرِيعَةً. En het lijkt op de weg van de sharia. En deze uitspraak van de Shatiri leidt ons weer naar het volgende element. En dat is het element dat er een verschil is tussen iets dat heet مُخَالِف لِسُنَّة وَالْبِدْعَة. Dat er een element is dat heet مُخَالِف لِسُنَّة, datgene wat de sunna tegengaat, en de innovatie. Wat is het verschil? Het eerste, het خلاف للسنة, is wel een middel dat leidt naar wat? Dat leidt naar het vervallen in wat? In de innovatie. Met andere woorden, als iemand iets verricht wat tegen de sunna ingaat en hij houdt zich daaraan vast, dan verandert het element van mukhalif de sunna in wat? In een bid'a. Is dat duidelijk, God? Duidelijk? Ik zal een voorbeeld geven. Dat is misschien wel belangrijk. Bijvoorbeeld als iemand... Ja. Ja. Maar is mij ook. Tijd. عثمان يعني الناس ما يقدروا يسمعوا يعني طيب سكت الكوكه بس ان بيتش وضع ستور طيب ف لا بس هو الامور تاتي من المطبخ ما ياتي من هناك يعني هناك مغلق هم يعني يسمعون امورهم هكذا الله يحفظك ويسعدك طيب ف als een persoon eenmalig of tweemaal de sunna tegengaat door middel bijvoorbeeld van tijdstip, door middel van bijvoorbeeld plek, door middel van bijvoorbeeld de uiterlijke daad, of door middel van bijvoorbeeld het aantal, dan wat? Dan is dat op dat moment mukhalif in de sunna. Maar als iemand daar dan meerdere malen in vervalt, dan is dat wat? Is dat een bid'a? Een voorbeeld. Iemand is klaar met het gebed en na het gebed verheft hij zijn wat? Zijn handen. Kijk, hier hebben we twee elementen. Of het is dat die persoon doden verricht naar Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan dalika ibadah. Of hij verricht dua na het gebed. Kijk, is het van de sunna om dua te verrichten na het gebed? Ja. Dus dan is dat op dit moment wat? Nee, gewoon een bid'ah. Is het een bid'ah? Ja, ik heb het eenmaal. Nee, eenmaal niet. Dat is het wat? Dat is wat ik net zag. En wat zei ik net? Allah, iets wat tegen de sunna ingaat. Mughalifun lis sunna. Allah, yahfadik. Allah, yahfadik. Dan is het mughalif lis sunna. Maar stel je voor dat die persoon dit elke dag doet na een maghrib. Dan vervalt hij wat in wat? In een bid'a. En dat is het verschil tussen mukhalif, want hij zegt tariqa. Hij zegt het is een weg. En een tariq, yultazim bihi. Een tariq is iets wat mensen zich aan vasthouden en wat mensen meerdere malen bewandelen. Dus dat is het eerste element. Een andere vorm is bijvoorbeeld iets wat bekend is bij velen is qira'at al-Qur'an jama'atan. Het lezen en reciteren van de Qur'an in wat? In één groep. De daad is wat? De daad is een bid'ah. Waarom is het een bid'ah? Omdat dit al generaties wordt verricht. Maar als iemand daar eenmalig aan meedoet, is het wat? Maar doet hij dat elke dag na een fajr met de groep, dan is hij vervallen in wat? En behoort hij tot sahib al-bid'ah.
En zo ook bijvoorbeeld als het gaat om tasbih, et cetera. En helemaal als het gaat om het du'a, yani, bekijk ik dan voor de rafi. Allahu a'lam. Ik ken Amru khatir. Want je bent, shuf. Wallahu a'lam na'am. Wij zijn ma'moor, wij zijn opgedragen om de profeet. Wa ati'u Allah, wa ati'u Rasul. Met andere woorden, hier ben je tegen de profeet sallam ingegaan. Snap je? Wallahu a'lam na'am. En men khalif al amr, fa yukhsha alayhi al adab. Na'am. Tayyib. Is dat duidelijk? Ik kom met de voorbeelden. Wie kan mij nogmaals die voorbeelden terughalen? Wat is het verschil tussen... Nee, dat is het zo meteen. Ik moet volgens mij vragen stellen. Tayyib. Als we kijken naar de algemene vorm van bid'a, dan wordt een bid'a onderverdeeld in twee categorieën. Een bid'a wordt onderverdeeld in twee categorieën. De eerste is bid'atun qawliya i'tiqadiyya. Een bid'a die wordt uitgesproken of een bid'a van wat? Van de geloofsovertuiging. Dat is de eerste. Een bid'a volgens de uitspraak en geloofsovertuiging. De tweede soort is wat? De tweede soort is al-mu'amalat, al-ibadat. Dus met andere woorden, de bid'a in de handelingen en de vormen van aanbidding. Dit zijn de twee soorten. Al-bid'a, al-qawliya, al-i'tiqadiyya is bijvoorbeeld als die van al-mu'tazila, al-jahmiya, al-asha'ira. Die heet al-mutakallimin. Maar ook bijvoorbeeld de Rafida en de Khawarij. Die zijn weer wat vervallen in een ghulu. Die zijn vervallen in een vorm van extremisme. Terwijl de Mutakallimin, dus de Mu'tazila, de Jahmiya en de Asha'ira, die zijn vervallen in dat zij al-Mantiq al-Yunani, de Griekse filosofie, en die van Aristo, hebben gemixt met wat? Met de religie. Zoals bijvoorbeeld. Het probleem bij hun is dat ze een qaïde hebben. En al-aql yuqaddim 'ala al-naql. Zij gebruiken het intellect boven wat? Boven de context. En daarom zie je dat de mutakallimin een element hebben waar zij alle een probleem hebben met wat? Met de asma'i wa sifat. Als we kijken naar bijvoorbeeld al-mu'tazila. Zij erkennen geen enkele naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden, alsof zij een ma'doom. Iets wat niet bestaat. Abid, elke mens heeft namen en eigenschappen. Met andere woorden, zij kennen geen enkele naam en eigenschap aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aan de rikker uwen. Kabira. Al-Mu'tazila zij. Of al-Jahmiya, zij erkennen alle namen. Kennen zij toe aan Allah subhanahu wa ta'ala zonder eigenschap. Wa'ayyadun billahi min dalik. Ar-Rahman bidun Rahman. Al-Aziz bidun Izzah. Ta'ala Allah aan dalik uluwa al-kabira. En dan hebben wij al-Asha'ira. Al-Asha'ira, die, als we kijken, en hier zie je al het verschil, omdat ze intellectueel niet overeenkomen. Als wij kijken naar de Asha'ira van vroeger, zij erkende 21 van de eigenschappen Allah subhanahu wa ta'ala. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld al-Juwayni en de muta'akhirin, de Asha'ira, die later zijn gekomen, zij herkennen alleen wat. Maar wat zegt Sheikh al-Islam al-Dini? Hij zegt, uitbidu al-Baqi kama uitbidu al-Saba'a. Yani erken de rest toe zoals je ook die 7 hebben toegekend. En subhanallah, al-Qadiyya sahla. Het is een makkelijke zaak. En een van de beste mensen die hier op Israël ingegaan is Sheikh al-Islam al-Taymiyyah. In bijvoorbeeld het boek het Tadmuriyyah. In het Tadmuriyyah heeft de Sheikh rahimahullah, we gaan een beetje van het onderwerp af, en deze hebben we vaak in de lessen naar voren gebracht, ook in Antwerpen. Hij heeft een algemene stelregel waarmee wij eigenlijk al die zaken kunnen weerleggen en waardoor het eigenlijk heel makkelijk blijkt. En dat is de qaida al-qadr al-mushtarak wal-qadr al-mumayyiz. Al-qadr al-mushtarak wal-qadr al-mumayyiz. De stelregel van de algemene overeenkomst en de specifieke uit of verschil. De stelregel van de algemene overeenkomst
en het specifieke verschil. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt daarmee bedoeld? Vondra Geesje. En wat wordt daarmee bedoeld? Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala istawa. Allah subhanahu wa ta'ala is verheven. Of bijvoorbeeld, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een hand. Tayyip, hebben wij een hand? Ja. Dus op het moment dat wij hand zeggen en we schrijven het nog niet toe, komt er een specifiek element voor in jouw wat? In jouw gedachten. Omdat er een algemene betekenis is aan het element hand. Maar dat heet qadar mushtarak. De algemene betekenis is hetgeen wat overeenkomt tussen de schepping en de schepper. De algemene overeenkomst. Waarom? Want de Koran zegt, bilisan in Arabiyyin mubin. In duidelijke wat? Arabische taal. Dus keren wij terug naar de Arabische taal om het begrip te begrijpen van dit element. Wat is die qadr mumayyiz? Maar op het moment dat het wordt toegeschreven aan de persoon waartoe het behoort, komt het verschil wat? En dan zeggen wij, وَلِلَّهِ مَثَلٌ أَعْلَى. En Allah heeft de meest perfecte namen en eigenschappen. En de oorsprong bij ons is wat? Een naqs. Tekortkoming in onze namen en eigenschappen. Het enigste wat overeenkomt is wat? De algemene betekenis van de eigenschappen. Wat de hel kan hier? Waarom? Jij hebt een hand. Een aap heeft ook een hand. Is onze hand hetzelfde als die van de aap? Nee. Dus het verschil. Allahu Akbar. Tjonge, Siraf, het deed je doen. Het verschil is tussen wat? Tussen twee schepselen op het stand gebracht. Hoe zit het dan met wat? Met de schepping en de schepper. Dan is het element alleen maar groter. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en dit is een makkelijke kaide. We gaan helemaal van de les af. Maar dit is een makkelijke fundamentele stelregel waarmee jij deze zaak kan weerleggen en waardoor jij standvastig wordt als het gaat om bab al-asma'i wa sifat. Dus dat duidelijk is klaar. Het is snel gepraat worden. Zeker? Mashallah. Dus dat was bijvoorbeeld een van de zaken. En een bid'a kan behoren tot de grote zondes, maar een bid'a kan ook behoren tot wat? Tot koffer. Kan ook behoren tot wat? Tot koffer. Want wat zegt Ibn Tayyib? Rahimallahu ta'ala over de Jahmiyyah en zijn Nooniyyah. Hij zegt, لَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرُهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ وَالْمَلَكَاءِ الْإِمَامُ حَكَاهُ عَنْهُمْ بَلْ حَكَاهُ قَبْلُهُ الطَّبَرَانِ. Terwijl Ibn Tayyib zegt in zijn Nooniyyah dat er 500 ulama zijn geweest die allemaal overeenstemming hebben dat de bid'a van al-Jahmiyyah wat is? Koffer. Dat de bid'a van al-Jahmiyyah wat? Koffer is. Met andere woorden, een bid'a kan behoren tot een koffrieën en een bid'a kan behoren tot wat? Tot een ma'asiyah, tot een zonde. Is dat duidelijk gewoon? Is dat de bid'a in de oorsprong van de aanbidding, zich in de oorsprong van de aanbidding bevindt. Dus de bid'a, de innovatie, bevindt zich in de oorsprong van de aanbidding. Zoals bijvoorbeeld, zij verrichten iets wat niet terug te vinden is in onze religie. Zoals wat, wie kan mij daar een voorbeeld van geven? Al-Mawlid. Al-Mawlid en Nabawi. Want waarom dus? Luister naar die weg van al-Shafi'i. Wat zegt hij? Tudahi biha tariqatun shar'iyya. Zij willen, en het lijkt op de weg van wat? Van de religie. Want wat is hetgeen dat zij willen bereiken met al-Mawlid? Wat willen zij bereiken? Beloning. Hasanat. Naam. Dus dat is een bid'a in de oorspronkelijke vorm van al-ibadah. De tweede zaak is een toevoeging aan een oorspronkelijke ibadah. Een toevoeging aan een oorspronkelijke. Zoals bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld een rak'a toevoegt.
Of hij voegt bepaalde dikker toe, die niet toe moeten worden gevoegd in dit element. Dus een toevoeging aan de oorspronkelijke aanbidding. Met andere woorden, hij voegt iets toe, terwijl dat er niet toe behoort in het element, bijvoorbeeld van het gebed, etc. De derde soort is dat de sifat al-ada, dat de manier waarop de ibadah wordt verricht niet juist is. De manier, de eigenschap van de ibadah is niet correct. Zoals wat, wie kan me daar iets van geven? Qira'at al-Qur'an, jama'atan. Qira'at al-Qur'an, is dat niet ibadah? Is ibadah. Is het van de sunnah om dat samen te lezen? Nee. Iden, hier is wat. Fisifat ada' al-ibadah. De eigenschap van de vorm hoe de ibadah wordt uitgevoerd. En de vierde soort van een bid'ah al-amaliyah is wat. Yani, ma yakunu bi takhsis waqt li'ibadah. Iets waar zij komen met een ibadah op een specifiek tijdstip wat geen oorsprong heeft in onze religie. Zoals bijvoorbeeld dat mensen allemaal samenkomen om in de nacht te bidden in de helft van wat? Naar welke maand? Rajab. Sha'ban. Of het vaste van wat? Van Mr. Sha'ban. De middelste dag van Sha'ban beginnen ze met vaste. Maar dit is niet van de sunnah. Als één iemand, vraagstuk. Als één iemand dat zou doen en niemand anders heeft het gedaan. Eén persoon doet het, niemand anders heeft het al eerder gedaan. Dan is het wat? Mughalif de sunnah. Maar als hij het meerdere keren doet en meerdere mensen doen het, wat wordt het dan? Dat is niet wat ahsan. En de ulema zeggen ook dat al-bid'ah, de innovatie is erger dan wat? Dan een zonde. Waarom is de bid'ah erger dan een zonde? Vraag eens bij jullie. Waarom is de bid'ah erger dan een zonde? En tot dan. Hoe heet je ook? Ilyas. Tot dan, Ilyas. Ik doe iets wat eigenlijk niet moet. Je doet iets wat niet moet. Wat nog meer ligt wat? Tot dan. Zij toevoegen, ze voegen iets toe. Als je een bid, degene die een bid verricht, hij denkt dat hij daardoor dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Bel! Judafi'an! Hij zal in verdedigende positie gaan als je iets tegen hem zegt. Maar degene die een zonde verricht, hij weet wat? Hij weet dat hij fout zit. En daarom zegt Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, men ibtada'a bid'atan, faqad za'ama, anna Allah lam yukmil lana ad-deen. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين. من مالك زك؟ أن خينا دي أن بدعة بخات دي إنوفاتي بخات دي بحال لسانه بمضى الدابة بيرت هاي تب الله سبحانه وتعالى في الإيرسة بالريخي نيت كومبليت هيت خمات تتويدة beweert hij dat de profeet sallam de risale heeft bedrogen. En dat de profeet sallam een aantal zaken achterwege heeft gelaten. Waarom? Want hij doet iets, met andere woorden, door middel van zijn daden beweert hij dat de religie compleet is. Beweert hij dat hij het beter weet dan de profeet sallam. Hij zal het nooit met zijn tong zeggen, maar door middel van zijn daden is dit wat? Is dit de situatie? En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? اليوم اكملت لكم دينكم اديت واسن التايت فان بي ماني واسن دي خبر التايت فان البروفيت صلى الله عليه وسلم دوز اندره وورده هاي بيريت اين فان دو توي زاكه دو ميدل فان زين داده ان اندره زاك اس وات فيل منسا او شو دزغا يا هناك بدعه حسنه سو بس خويه فورم فان بدعه اني كنت فاك فور
Maar wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zegt: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Wees op jouw hoede voor de vernieuwingen aan onze religie. Voorwaar, elke vernieuwing is een innovatie. En elke vernieuwing is een wat? Is een afdwaling. De profeet zegt: kulla bid'atin dalala. Dit woordje kulla, elke, bij in ilm al-usul is dit van wat? Van alfaz al-umum. Van de algemene woorden die alle zaken inhouden. Met andere woorden, door middel van deze hadith kunnen wij bevestigen dat er geen enkele goede bid'ah staat. Dat elke bid'ah een dwaling is. Dat er niet iets is dat bestaat dat er een goede bid'ah is. Want in het usul, kul min alfaz al-umum is van de algemene woorden die alle zaken inhouden. Is dat duidelijk, Ikhwan? Tayyib. Hoe lang zijn we al bezig, Ikhwan? Ik heb volgens mij 45 minuten, dus... Hoe lang zijn we bezig? Nou, hè? 46? Tayyib. En ook jou. Of als iemand een bid'ah verricht, gaat hij in tegen de betekenis van wat? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Want wat zegt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala over de betekenis van de shahada anna Muhammadan Rasulullah? Hij zegt: "An la yu'bad Allah illa bima shara'a wa ta'atuhu fima amara wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajara." Hij zegt: de shahada betekent dat jij Allah enkel aanbidt op zijn manier en dat je hem gehoorzaamt in datgeen wat hij je oplegt en dat je wegblijft van datgeen wat hij je oplegt om weg van te blijven. Nee, wat zegt de profeet? Hij zegt: Iyakum om muhdathati al-umur. Terwijl de profeet beveelt jou om weg te blijven. Met andere woorden, als jij een bid'ah begaat, betekent dat jij niet waarachtig bent in je getuigenis dat de profeet wat de boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is zelfs zo dat sommige van de salaf van deze umma zij adviseerden elkaar om geen enkele daad te verrichten of dat het gebaseerd is op wat? Op een tekst. En dat zij enkel zich moesten houden aan de ahadith. Het was zelfs zo dat ze tegen elkaar zeiden: men is tata'a an yuhukka ra'sahu illa bi athari fayaf'al. En als iemand enkel in zijn hoofd kan krabben op de manier dat het voorkomt in een tekst, laat hem dat doen. Met andere woorden, verricht geen daad enkel in dat het gebaseerd is op wat? Op een bewijs. Nee. En ook, als wij kijken naar een bid'ah, dat heeft geen enkele profijt voor een persoon, zowel in de dunya als het dinamas. Want als iemand zich bezighoudt met een bid'ah, dan blijf je weg van het verrichten van wat? Zeg maar. Van wat? Van de sunna. Een bid'ah heeft geen voordeel. Als je bezig bent met een bid'ah, dan blijf je weg van wat? Van het verrichten van wat? Van de sunna. En subhanallah, een bid'ah yajurru ba'daha ila ba'd. De ene bid'ah leidt naar de andere bid'ah. Bishr al-Marizi, ken jullie hem? Bishr al-Marizi, hij is al-Ru'us al-Mu'tazila. En hij zei dat de Koran is geschapen. En hij zei dat Allah overal is. En dat was in de tijd van wie? Imam Ahmed. Ja, Imam Ahmed. En wat gebeurde er? Wa'ayyadu billah. Ik zei gisteren in mijn dars, Ibn Arabi, Masih Ibn Arabi, Bishr al-Marizi. Wat is Bishr al-Marizi in de? Wat zeggen wij in de sujud? Subhan Rabbi al-A'la. Allah is verheven. Wat zei Bishr al-Marizi wa'ayyadu billah in zijn sujud om zijn bid'a te bevestigen? Wat zei hij? Subhan Rabbi al-A'la. وعياذا بالله على ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأي بدعة سيعتقد لا يدنا بدعة عملية. And now,
Subhanallah zegt, Sheikh Fawzan, over Bishr al-Marisi, hij zegt dat hij wat? Hij zegt, innahu qad kafara bi bid'atihi. Hij is in ongeloof gevallen door middel van deze bid'a. Dus dit is ook een voorbeeld van wat? Van al-bid'a al-kufriya. Maar wat wel belangrijk is, dat yani degene die hem volgen, niet per se diezelfde hukam hebben. Want wie was degene die Bishr al-Marisi volgt in die tijd? Hoe heette de hakim? Wie weet het? Hoe heette de... La. Al-Ma'moon. Al-Ma'moon was overtuigd van wat? Van de overtuiging van Bishr. Maar Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, heeft nooit dua tegen hem verricht. En Imam Ahmed heeft hem nooit uit de religie geplaatst. En dat heeft te maken met wat? Met ontwetendheid van Al-Ma'moon bijvoorbeeld. Maar dat is wel belangrijk dat we niet iedereen... Alles, dat we met deze zaken altijd terugkeren naar wat? Naar kibar en ulema. Dat we niet zelf onze rechten of ahkam daarin naar voren halen. Tayyip. Met andere woorden, en dan gaan we afsluiten, inshallah, want ik heb de tijd om overschreden, ik heb 45 minuten. Met andere woorden, elke daad die jij verricht, zorg dat jij die verricht gebaseerd op wat? Op een nas. Op een context, zowel van de kitab als van de sunnah. Vervolgens zoek of dat deze context, als het gaat om de hadith, of dat deze hadith sahih is. Want wat is de qa'ida van de ulema? Al-aslu fil ibadat, at-tawqif. De oorsprong in ibadat is dat jij stopt. Dat jij niet iets verricht, totdat jij daar een bewijs voor hebt. Met andere woorden, jij verricht jouw zaak niet, totdat jij daar een bewijs van hebt. Wal aslu fil umuri of fil mu'amalat al-ibaha. En de oorsprong in de mu'amalat is wat? Dat het toegestaan is. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zijn de vragen over deze les? Fadal akhi. Moeten wij je stem trekken, want anders hoor ik jou niet. Ja, oké. Die vraag in de... Voor de tasbih. Hoort dat niet bij de sunnah dat bij de tabi'in voorkwam? Raakt de sunnah niet uit op de tabi'in? Hoe bedoel je tasbih? Subhanallah, alhamdulillah. Gratis. Allah, alam. Ik denk, daar is geen nas over. Ik kan zeggen dat jij daar een nas over weet, dan moet je nou, laat het mij weten. Okay, maar okay. Allah, alam, is daar geen nas voor. Wallahu alam. Zeg, oh ja, ik heb het niet. Iemand anders? Tfadda, Akhi. Als iemand een bid'a uitvoert, hoeveel is dat onwetendheid? Tauba, je toebil Allah, subhanallah. شوف أخي أولا البدعة يستحق العقوبة البدعة هي تدرخت أو بالصفة ما بتيكت نيت بط ضد في خيالة أو في بالصفة ما بين الاعتقاد بدي اعتقاد صوت البروفيت عشان زب هزب إن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة mijn أمة zal zich opsplitsen in 73 groeperingen. Alle zijn in de hele vuur, behalve ik. Met andere woorden, onze etikaat, onze overtuiging is dat er sowieso mensen van deze umma het hele vuur binnen zullen treden. En sahib al-bid'a, als hij geen tawbah heeft verricht, vervalt hij onder wat? Ha? Mashi'a. Want deze tekst is mutlaq. Is aam, algemeen. En al-mutlaq wordt teruggekeerd naar al-muqayyad. Al-muqayyad is specifiek. En die specifieke tekst daarin is wat? Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah vergeeft het niet als iemand vervalt in shirk. En daarnaast vergeeft hij wat hij wil. Dus ook sahib al-bid'a valt onder wat? Onder de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah wil, maar nee, het is een amrul khatir. Want wij weten dat er sowieso mensen van deze umma in het hele vuur zullen belanden. Daarom zouden wij op onze hoede moeten zijn om weg te blijven van deze zaken. En dat we niet iets verrichten enkel in dat het gebed zit is om qala Allah wa qala Rasul. En dat we vervolgens zoeken, is die hadith sahih, ja of nee? Duidelijk, Akhi? Is dat jouw antwoord zo duidelijk? Zeker? Of niet, Barakat? Wat duidelijk? Hoe adviseert je aan de is het. Er zijn twee elementen als het gaat om het verrichten van da'wah. Ten eerste, de profeet zei, toen hij nu
stuur hem naar Yemen. Wat zei hij tegen hem? Ja, Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. O Mu'ad, jij komt tot mensen van het boek. Wat deed de profeet Isaiah hier? Hij bracht hem in kaart wie hij wat voor zich had. Zag? Dus jij moet weten wie is hij, wat is dat voor persoon, wat is zijn afkomst, waar komt hij vandaan, etc. In kaart brengen wie hij voor je. Wat is het tweede element? Idru ila sabili rabbika bi hikmatin wa wa'idatin hasana. En nodig uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid en goede manieren. Met andere woorden, dit zijn jouw twee elementen. En per persoon is het element verschillend. Maar sowieso moeten wij geduld hebben. Wij moeten naar hem kijken vanuit een oog van dat we, dat we medelijden met die persoon hebben. Maar van de oog van de shar' dat hij op een bid'a is. Medelijden, alhamdulillah, Allah heeft jou geleid naar de sunnah. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Die moet zijn werkelijke mu'min totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Met andere woorden, heb sabr, maar wees wel onderbouwd. Want soms wat het gevaar is, helemaal als het te maken heeft met een man, etc., dat iemand jou daar zelfs mee in kan trekken. Want er gaat veel shubahat mee gepaard. Helemaal in bed met asma'i wa sifat. Helemaal met de mutakallimin. En ook met het khawarij. Ik ken jij met de juiste manieren, door middel van bijvoorbeeld een boek, geef hem een audio. Snap je, maar zorg wel dat je daar ook zelf de capabel in bent. Heb je geen hoop? Is dat een beetje zeker? Nee. Wat draag je? De derde moet je betalen, hè? Ja, dat weet ik. Daarom heb ik het met Het vergaren van kennis is toch een verplichting. Ja. Dus als iemand onwetend bid'a doet, wordt hij daarvoor dan bestraft? Nee, want hij moet kennis opdoen. Ja. Talab al-ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslima. Het opdoen van kennis is verplicht voor elke moslim en muslima. Met andere woorden, alle elementen van de zaken die verplicht voor jou zijn van de religie. Iedereen, niemand hier is ma'adur, heeft een excuus als het gaat om het leren van een aqidah. Iedereen hier, behalve degene die in de puberteit nog leren, hebben geen excuus om te leren over het gebed. Met andere woorden, als jij het takbir, Allahu Akbar. Hoe jij het takbir verricht, daarover moet jij een bewijs hebben. Niet, je hoeft het niet te hifdhen, maar je moet het op zijn minst eenmaal in jouw leven hebben gelezen dat je jouw zaken verricht, gebaseerd op wat? Op kennis. En ook al-Arabiya, het leren van de Arabische taal, is een verplichting. Want wat zegt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Hij zegt, فهم الكتاب والسنة واجبة. Het begrip, het zoeken van begrip van kitab en sunnah is verplicht. ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بالعربية. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. En de kitab en sunnah kunnen niet worden begrepen en komen door middel van de Arabische taal. En datgene wat zorgt voor de compleet of vervolmaking van een zaak, dat is ook een verplichting. Duidelijk. Het is de derde echt waar. Zal dat. Het is degene die onwetend is, maar heel zijn leven onwetend is gebleven, omdat hij achter kennis is gaan zoeken, wordt dat voor verantwoordelijk. Ja, je bent verplicht om kennis op te zoeken, doen eigenlijk. Maar het is ook verplicht voor jou om hem te onderwijzen. Jij moet hem ook onderwijzen, dat is verplicht. Dat is ons element van de dien. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Niemand is werkelijk geloof totdat hij wenst voor zichzelf of voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst. En voor die bid'a die. Dat is de vierde weg hoor. Dus voor de bid'a die uit het dien haalt. Nou. Gaat hij dan kevig sterven? Kijk, Wallahu a'lam. Maar het is ghatarun azim. Wij kunnen niet kufr mu'ayyan doen. Maar als iemand op de aqidah van al-Jahmiyya is, Wallahu a'lam, is dat kufr. Oké, hoe kan jij zeggen, Subhan Rabbi al-Asfal. Ta'ala Allah ulwan en dergelijke. Snap je, dat is gevaarlijk, oké. Verhemd? Maar wij gaan niet zeggen, hij is kafir. Nee, het is niet aan ons. Met zulke zaken keren wij altijd terug naar de ulama. Duidelijk, oké. Ik zeg, Allah, straks een koffie. Heel erg. Is dat zo dat de bid'a ahabu ilayhi al-ismi al-ma'asi? Nou, maar zeg, tuurlijk is het een hele goede statement. Al-bid'a is meer geliefd bij shaitan dan de ma'asi. Waarom? Want sahib al-bid'a denkt dat hij iets goeds verricht. Want terwijl sahib al-ma'asi bij ibn Allah ta'ala naar Tawbe zal terugkeren. Nou, ahsan, zeg van Allah. Tayyib, wacht een paar. Tadda.
Hij is Abu Zakaria al hier. Nee, de ouders zijn niet stil. Dat staat achter. Oh, klas. Heel goed, tot Anders vraagt straks aan Nee. Er zijn zelfs een boek, bepaalde dingen hoe je dat moet en er zal geen bewijs bij stellen. Mag je dat met in de data? Moet je wachten tot het bewijs aan. Wat het beste is om het op te baseren op een bewijs, oké? Lees ahaduhum ma'soom illa sahibu ahaduhum qadr, zoals Imam Malik zei. Kan nashik wa la rayk, oké? Jani goede voornemens over een imam. Maar yani, het beste is nog steeds, jij als talib al-ilm, als student van kennis, om het bewijs te zoeken. Dan heb je de mes'al heb je eigenlijk al in kaart gebracht. Ga je verder zoeken, insha'Allah ta'ala. Daar heb je het niet. Barakallahu fik. Vier vragen. Heb je vragen, Gie? Tot dat. Een bid'ah is slechter dan een zonde. Naam. Geldt dit voor elke bid'ah? Tegenover elke zonde of zin? Naam. Waarom een bid'ah? Een bid'ah, iemand denkt dat hij goed verricht. Terwijl de sahib al-ma'asiyah denkt dat hij wat... Maar een bid'ah is ook een zonde. Een bid'ah is ook een zonde. Yani, fihima, zij komen dicht op elkaar en ze hebben een verschil tussen elkaar. Dus een bid'ah is een zonde. Behalve welke zonde is het groter dan een bid'ah? Zodat ik zeker weet dat ik een groep begrijp. Wat dan? Dus iemand die steelt, zinnen doet, ook drinkt, die minder zonde of minder slechtheid van iemand die bijvoorbeeld examen voor ergens heeft. Waarom? Dit is waarom begrijp, maar ik wil gewoon zeker weten of dat gradaties in zitten of nuances of het echt algemeen is. Wallahu a'lam. Maar ik ken Allah, zoals de ulema zegt, is dat een bid'a in het algemeen slechter is dan een zonde in het algemeen. Waarom mag je het niet? Omdat diegene, kijk, diegene die alcohol drinkt, diegene die stil, die zegt, als jij nu tegen jou zegt, is dat goed wat jij doet, wat gaat hij tegen jou zeggen? Nee. Sahib al-bid'a die de Koran leest in groep binnen, wat hij gaat zeggen, nee, achi, maar we doen goed. Gaat hij tegen jou zeggen dat dat slecht is? Maar is dit genoeg om meer CIA te verzamelen, snap je? Probeer te zeggen. Nou, maar je gaat hier in tegen de weg van de profeet. Dat is wallah alle vragen. Ik ga dat voor inshallah ta'ala. Of vier keer geen hadith. Stel je vier vragen? Vier vragen, vier middags. Inshallah, maar binnen speel ik helemaal wat gemaakt hier. Kom zo naar mij toe, inshallah. Ik ben er nog. Ik blijf hier, inshallah. Ik blijf hier. Ik kom zo. Eerste vraag is. Wacht. Ik moet nu vragen in de winkel krijgen. Ewa. Ik heb een vraag. De eerste vraag. De eerste vraag is. Wat was de eerste groepering? Van een bid'a die groot is, die zich voort heeft gedaan, en wat was het jaartal daarvan? Dus wat was de eerste groep? Niet kijken in die, hoe heet het? In die schriften. Ik zie je wel, hè? Ja, 37. En wat was het jaartal daarvan? Kies maar iemand zijn. Kies maar iemand. Abdel, wacht. Ja, 37 van Hijra. Was 37? Ja, 37. Dat was niet de specifieke naam. Haroumia. Haroumia. Plus, dat je haalt ons klikjes. De tweede vraag is... Ja, Allah, dat heb je wel. De tweede vraag is... Waarom werd... Aisha, waarom met Aisha? Weet je de vraag graag hier? Waarom met Aisha om Abdullah genoemd? De zusters horen de antwoorden, zeggen ze. Ja, Saeed. Ze horen de antwoorden. Ik ga het niet zeggen. Waarom met Aisha? Abdullah genoemd. Wat?
Sahih. En hoe heette die zoon? Abdullah wie? Je krijgt een boek, maar het is niet... Wat is Abdullah wat? Ibn Zubayr. Nas bin Nas, joh. Ik moet je sturen. Dat is moeilijk, zeg je. Volgende is... Wat is het verschil... Wat is het verschil tussen al-mukhalif li-sunnah en al-bid'ah? Wat is het verschil tussen mukhalif li-sunnah en een bid'ah? Mukhalif sunnah, dat is een daad die niet gebaseerd is op een bewijs, maar eenmalig is gedaan. Ja. En dan het weten vaak is dat constant wordt gedaan op die specifieke wijze van een manier. Gezellig. Daar heb je wel een geef je nog vragen? Yes. Er zijn veel handen. Wie was de man die zei Subhana Rabbi al-Asfal, wa'ayyadu billahi min dhalik. Man ghashana fa laysa minha. Wat dat? Ik heb een gehoord. Ahsan, Abdullah. Doe nog. Wie vraagt is daar? Klaas, ja. Doe nog. Twee. Onderhand. Hoeveel van de ulama zei Ibn al-Qayyim in zijn Nunia hebben gezegd dat de Jahmiya niet tot de islam behoren? الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.